iedereen. Ik moest afgelopen week in Rotterdam zijn bij Zuidplein. En toen dacht ik, hey, daar zit natuurlijk ook een Primark en daar was ik nog nooit geweest. Dus ik ben langs de Primark gegaan en dit is de geshopte tas. Het is best wel wat en het leek me leuk om dat natuurlijk weer aan jullie te laten zien. Dus vandaar een nieuwe Primark shoplog. Nou, ik moet zeggen dat ze bij de Primark weer een hele leuke collectie hadden. Op onze blog hebben we daar ook een artikel over geschreven. Zal ik ook eventjes in de beschrijving neerzetten. Want daar zie je een beetje de nieuwe stukken van de nieuwe collectie. Niet alles kon ik hier in Rotterdam vinden. Maar ben je benieuwd naar wat Primark in de nieuwe lente collectie heeft. Dan is het wel heel erg leuk om daar vast een kijkje te nemen wat ze dan voor je in de collectie hebben. Want uiteraard heb ik niet alles van de nieuwe collectie gekocht. Maar het is best wel wat zomers en lenteachtig. Het is niet echt iets wat ik nu aan kan doen. Maar dat vond ik gewoon het allerleukste wat in de winkel was. Dus ik kon het niet laten om het alsnog mee te nemen. Maar goed, allereerst heb ik deze ketting gekocht. Hij is 10 euro. En hij heeft echt van die prachtige bloemen met mega veel steentjes. Ik hoop dat ze niet eruit gaan vallen. En het leuke aan deze is dat hij soort van, ja, is asymmetrisch. Dus de bloemen zijn niet gelijk aan beide kanten. En sommige zijn groter. Deze was dus 10 euro. Nou, bij topjes ben ik vooral heel erg losgegaan. En ik heb gekozen voor deze. Hij heeft echt een prachtige, ja, volgens mij noemen ze zoiets koninklijk blauwachtige kleur. Hij is echt heel erg mooi. En aan de zijkant heeft hij van die, hoe heet dat ook alweer? Nou, het is in ieder geval zo zigzaggend. Het is allemaal van die vouwen. Ik kan er echt eventjes niet op komen. En de mouwtjes vallen ook heel erg mooi. Die zijn niet zo hoog. Dus dat is heel erg lekker voor in de zomer. En die vallen heel erg mooi zo over de schouder heen. Achterkant heeft hij zo'n klein knoopje voor de sluiting. En verder valt hij iets langer. Dus hij is echt heel erg flatterend. Hij valt ietsje uit. En deze was ook maar 10 euro. Nou, en omdat ik niet kon kiezen bij die topjes tussen de kleuren, heb ik ook gewoon dezelfde gekocht, maar dan in het rood. Want deze stond ook heel erg mooi fris. Het is een soort van net geen koraalrode kleur. En ik vond deze ook gewoon heel erg leuk staan. Dus ik dacht, neem ze gewoon allebei mee. Dan heb ik nog een topje. En deze is in een prachtige paars-roze kleur. Vond ik echt heel erg snoeperig staan. En het lijkt gewoon een heel basic shirt. Maar aan de achterkant heeft hij zo'n gave opening. En dat vind ik echt heel erg leuk. Ik heb daar nu al meerdere shirts van. Maar ik vind dat model gewoon heel erg leuk. Omdat hij gewoon lekker basic lijkt aan de voorkant. En dan, oh, toch wel iets van een verrassing aan de achterkant. En die had hem ook in verschillende kleurtjes. Maar ik vond deze de leukste bij mij staan. En deze was 11 euro. Dan vond ik ook dit super leuke shortje. En ik had deze in, want die hoort namelijk een shirtje bij. En die had ik ook in ons artikel geplaatst. Er hoort gewoon een heel makkelijk topje bij met dezelfde, ja, rond afgeronde kantjes die hier zitten aan de onderkant. Maar het topje hadden ze helaas niet meer haar maat. Dus ik ben alleen gegaan voor het broekje. En dat is deze. Het is een iets hoger model. En ja, natuurlijk met streepjes, want daar ben ik gewoon gek op. Ik vind deze gewoon helemaal geweldig. En ik weet zeker dat deze ook heel erg leuk staat met gewoon een basic top of een wat stoerdere band shirt bovenop. Gewoon heel erg leuk voor de warmere dagen straks. Moeten nog eventjes wachten. Maar even kijken hoor. En deze was 10 euro. Heb ik ook nog een basic zwart spaghetti band topje meegenomen. Dat is deze, want ja, die had ik even nodig. En deze is 2,30 euro. Ook zag ik deze superleuke sports BH. Dat is echt een gave neon roze kleur met dit zwart-witte Aztec printje. En ja, ik heb op zich niet een nieuwe sport BH nodig, maar ik vond hem gewoon heel erg gaaf. Dus ik dacht, ik neem hem gewoon mee. En deze is 6 euro maar. Heb ik ook nog een nieuw paar pak sokken meegenomen. Dit zijn er 7 paar voor 3 euro. Ook nog bij de beauty afdeling gekeken. En dan zag ik deze geweldige badpuff of spons liggen. En ik vond hem echt gewoon hilarisch. Dus ik kon hem niet laten liggen. Het is een soort van, ja, roze mannetje. Dus de spons is zijn lichaam. En dan heeft hij hier een armpje. En hij heeft nog een armpje. Oh, die zit hier. Hier zit nog een armpje. En 2 beentjes. En ik vond hem echt gewoon geweldig, hilarisch, altijd makkelijk denk ik. Deze was 1,50 euro. Heb ik ook nog een pak clips meegenomen. Want die had Tara vorige keer meegenomen. En ik vond ze gewoon heel erg makkelijk en handig. En ja, 2 euro's in deze. Nou, natuurlijk heb ik ook nog eventjes op de beauty afdeling gekeken. En daar heb ik de Felt Eyeliner Pen meegenomen. Ik heb deze al een keer eerder gebruikt. Is gewoon een hele fijne eyeliner die goed werkt. En
De prijs zie ik nu eventjes hier niet opstaan, maar ik dacht... Oh jawel, hij is 2 euro. Heb ik ook dit setje meegenomen. Dit is een truffle tandenborstel met tandpasta. Leuk, gewoon heel erg handig. Want je kan de tandenborstel helemaal omklappen. Waardoor die dus soort van beschermd wordt. Ik doe mijn tandenborstel wel eens gewoon in mijn make-up tas als ik op reis ben. En dan komt er toch een beetje make-up in. Niet heel erg fris. Dus ik dacht, dit is ideaal. En je krijgt er ook nog een kleine tandpasta bij. Dus het leek me gewoon heel erg leuk om even uit te proberen. Oh, en deze is 1,50 euro. Dan heb ik ook nog wat meegenomen wat ik heel graag wilde gaan testen. En wellicht ga ik dat voor de blog testen. Dus kittyscupcakes.nl. En dit is een lipcoaté. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Maar het is een lipstick sealer. En die zou je met het kwastje erbij zit over een lipstick heen moeten smeren. En dan zou die ervoor moeten zorgen dat je lipstick blijft zitten gedurende de dag. Mocht je een lipstick hebben die je heel mooi vindt. Maar die niet echt long lasting is. Daar zou dit dus voor moeten helpen. Dus het leek me leuk om deze uit te proberen. En ik zie nu heel even niet de prijs hierop staan. Maar dit was volgens mij iets van 2,50. Hooguit 3 euro. Niet zo heel erg duur. Heb ik ook nog van die metallic tatoeages meegenomen. Afgelopen zomer heb ik die ook van Serena een paar gebruikt. En ik vond die echt super gaaf. Ik weet niet of de kwaliteit van deze hetzelfde zijn. Maar het waren echt gewoon... Ja, het stond gewoon heel erg gaaf. Als je een beetje gebruind bent met zo'n gouden metallic tatoeage op je lichaam. Is gewoon heel erg leuk voor in de zomer. Dus ik zag deze liggen. En dit zijn er volgens mij maar... het zijn er gewoon 4. Dus je hebt hier 2 sugar skulls. Een handje. Een hamsterhand volgens mij is dat. En een driehoek. Eventueel zou je die driehoek volgens mij ook los kunnen knippen. Denk ik. Als je dat zou willen, dan heb je er meerdere. Ik ben benieuwd of dit wat is. Leek me gewoon heel erg leuk om bijvoorbeeld zo'n grote skull midden op mijn been of zo te plakken. Gewoon omdat het kan. En hier stond geen prijs op. Ik heb de bon hier eventjes niet. Maar ik geloof ook iets van 2 euro of zo. Als ik de prijs wel nog kan vinden, zal ik ze eventjes in beeld neerzetten. Maar het leek me gewoon heel erg leuk om dit alvast te kopen voor de zomer. Nou, dat waren mijn aankoopjes bij Primark. Ik vond het echt heel erg leuk wat ik heb geshopt. Helaas kan ik nog niet echt alles aan, omdat het daar helaas... nog iets te koud voor is. Ik ben daarna ook nog eventjes doorgelopen naar een andere winkel. Dat is de soort van budgetwinkel. Dat is volgens mij vaak zo'n pop-up winkel dat af en toe geopend wordt als er een pand leeg staat. En daar hebben ze allemaal van die budget spulletjes. Die is ietsje verderop ook op het winkelcentrum Zuidplein. Dus ik dacht, loop daar ook nog eventjes naar binnen en heb ik nog een paar dingetjes gekocht. En als eerste... Dit is een set met verschillende tasjes. 1, 2, 3 en 4. En hier kan je dan zeg maar je sieraden kwijt. Sokken, kleding. Bijvoorbeeld als het vies is. Dat soort dingetjes. Waardoor je het makkelijker kan inpakken mocht je op reis gaan. Ik gebruik altijd plastic tasjes ervoor. Daar stop ik altijd alles apart in. Maar dit is natuurlijk ook heel erg handig. En misschien nog zelfs ietsje steviger dan gewoon een plastic tasje. Dus ik dacht, dat neem ik gewoon mee. En die was, even kijken, een set van 1,95 euro maar. Dus dat is echt wel heel erg goed geprijsd. Dan kwam ik ook nog dit tegen. Dit zijn 40 sprankelende glitterkaarsen. Het ziet er niet echt uit als een doorgaande kaars. Want er zit maar een klein beetje wax omheen. Maar dit zou dus moeten gaan glitteren en sprankelen. En die kan je bijvoorbeeld in een cupcake steken of in taarten. Of als je gewoon zin hebt om een glitterkaars aan te steken. Het leek me gewoon heel erg leuk om uit te proberen. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Dus ik ben benieuwd of het werkt. En deze waren 1,09 euro. En toen zag ik ook nog dit leuke glittertape. Waarom? Ik heb geen idee. Het leek me gewoon heel erg mooi. Misschien kan ik dat op een Polaroid foto plakken of een fotolijstje mee versieren. Het is een soort van washi tape, maar dan, denk ik hoor. Een soort van washi tape, maar dan met glitter. Het zag er gewoon mooi uit. En het was ook niet zo heel duur. Het was ook maar 1 euro. Dus gewoon leuk om uit te proberen. Dus dat waren mijn budget aankopen bij zowel Primark als de Solo winkel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Doe vooral een duimpje omhoog als je deze Primark shoplog weer leuk vond. Laat me vooral even in de reacties weten welke van de topjes jij heel erg leuk vindt. En of je ook niet kan wachten tot de zomer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel weer in de volgende video. Doei!